Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Rama Waar. Eens in de zoveel tijd verzamel ik alle ingezonde waargebeurde paranormale verhalen die jullie insturen en maak ik daar een video van. In deze video gaan we 3 van dat soort verhalen behandelen. En we beginnen met een video die ingestuurd is door de vader van Laura. Dit moest hij doen van Laura, dus Laura daarvoor bedankt. Laten we beginnen met hun verhaal. Het jaar was 2010. We hadden net een huis gekocht. Het was een oud rijtjeshuis van 13 in een dozijn. De bedoeling was om dit helemaal te verbouwen. De vorige bewoonster was een oude vrouw van eind in de 80 die niet veel gaf om comfort. Het volgende gebeurde toen we nog niet woonden, want de verbouwingen waren nog volop aan de gang en er was zelfs geen elektriciteit op dat moment. Op dat moment besloten we om ons Ouija-bord te gebruiken op Halloween. Mijn zus, mijn vader, ikzelf en mijn vriendin gingen naar het huis toe, met een kandelaar voor licht en het Ouija-bord. Mijn zus had een kilo zout bij zich, omdat ze had gelezen dat je hier een beschermende kring van moest maken, om jezelf te beschermen tegen kwade geesten of demonen. Misschien een belangrijk detail, dat we ook pas wisten toen we arriveerden, mijn zus was dronken. Goed, we begonnen eraan en er kwam helemaal geen respons. Geest, ben je daar? Geest, geef een teken als je er bent. Mijn zus was na enkele keren te hebben gevraagd om een teken te geven, boos aan het worden en begon zelfs te schelden. Geest, ik wil dat je hier komt. Kom hier, idioot. Achteraf gezien misschien niet de beste zet. Teleurgesteld, maar ook opgelucht, gingen we naar huis. Fast forward naar enkele weken later. Ik ben samen met mijn vader een nieuwe vloer aan het leggen en er staat een oude radio die ons gezelschap moet geven, maar die we toch niet veel opzetten. Deze begint plots muziek te spelen, om 8 uur 's avonds. We zetten hem af. De dag erna, opnieuw om 8 uur 's avonds, muziek. We keken de radio na en er was geen alarm ingesteld. Toen hebben we maar de stekker eruit getrokken en uiteraard stopte het toen. Tot een avond enkele weken later. Ik voelde plots getik op mijn schouder, alsof iemand achter je staat en iets wil zeggen en daarom even snel je schouder enkele keren aanraakt. Ik draai me om, maar er staat niemand. Dit gebeurde nog enkele keren, maar ik gaf de vermoeidheid de schuld. Ik had een fulltime job en was na mijn werkuren nog elke dag 4 tot 7 uur extra aan het werk in dat huis. Na die ervaring bleef het een lange tijd kalm. Toen we na de renovatie in het huis woonden, werd onze dochter geboren. Het was kalm en er gebeurde weinig. Behalve dat we dikwijls iets hoorden vallen. Een jas, een stoel. Maar als we dan gingen kijken, dan was er niets. Ik zette bijvoorbeeld een glas op tafel, keek even achterom en hoorde op dat moment dat glas vallen. Maar als ik dan terugkeek, stond het gewoon weer op tafel. Heel vreemd. En dan op een avond was ik mijn tanden aan het poetsen. En ik zweer het je, de tandenborstel van mijn vriendin die nog in het bekertje stond, schudde heen en weer. Ik kon mijn ogen niet geloven. En ik staarde een seconde of 3 naar die tandenborstel. Ik heb toen snel mijn mond gespoeld en ben in bed gaan liggen met de dekens over mijn hoofd. De climax was op nieuwjaarsnacht 2014. Toen mijn vriendin onze gasten buiten liet, bleef ze plotseling stokstijf staan en kon ze geen woord meer uitbrengen. Toen we alleen waren, vroeg ik haar wat er aan de hand was. En ze zei dat ze een man zag staan in het glas van de binnendeur. Een man. Zwart haar, groene trui met een hoge kraag. En hij was mager. Hij was haar gewoon aan het bekijken. Hij stond stil en hij keek gewoon. Ik heb toen een zogenaamde ghost hunter gemaild, maar die heeft pas een jaar later geantwoord. Sloeg werkelijk op niets. Maar ondertussen was er eigenlijk niets meer onverklaarbaars gebeurd. Het leek er gewoon op alsof die man zijn goedkeuring gaf dat we er woonden. We waren gewoon blij dat er geen onverklaarbare zaken meer voorvielen. En enkele jaar geleden hebben we dat huis verkocht. Ik kan het soms zelfs moeilijk geloven wat er toen gebeurd is, en dan vraag ik me soms af of ik niet aan het hallucineren was. Maar nee, het is echt allemaal voorgevallen. En ik vertel het eigenlijk alleen aan vrienden. Tot nu dan. Ik raakte met de vader van Laura aan de praat en vroeg hem of in zijn nieuwe huis ook iets paranormaals was gebeurd. Hij zei daarover het volgende. In het nieuwe huis heb ik nog niets meegemaakt. Mijn dochter zegt dat ze soms zwarte figuren ziet in haar ooghoeken. Maar ik weet niet of dat de fantasie is van een kind van 9 of werkelijkheid.
Wat ik niet verteld heb van het vorige huis, is dat mijn dochter twee creepy onzichtbare vrienden had. Denk einde 2015 begonnen. We hebben het huis in 2018 verkocht. James en Margaret, waar ze regelmatig mee speelden en mee praten. Heel vreemd om te zien hoe haar blik soms afdwaalde naar iets wat net naast mij stond. En dan begon te praten alsof ik er niet was. Dat is gestopt toen we verhuisden. Ik stak dat op aan de verbeelding. Of tenminste, daar wil ik het graag op steken. Het volgende verhaal is ingestuurd door Liliantje_21 en gaat als volgt. Mijn oma is in 2016 overleden aan de gevolgen van kanker. 2 weken voor haar dood kreeg ik van haar een ketting. En ik beloofde aan haar dat ik deze elke dag om zou doen. Behalve bij het slapen, sporten of douchen. Als ik ga slapen leg ik hem op het kistje naast mijn bed. 1 jaar ging voorbij. En ik had de ketting nog steeds elke dag om. Totdat ik me op een dag had verslapen voor werk. Ik was haastig te werk gegaan en was met 15 minuten al het huis uit. Ik had de hele dag last van een aanwezigheid. Het voelde of er iets tegen mij aan het zeuren was. Eenmaal klaar met werken ging ik terug naar huis. En mijn moeder vroeg of ik haar wilde helpen met de was. Ik ging naar de slaapkamer en begon er al mee. Ik wilde de handdoek opruimen toen ik schrok van een knal wat achter me gebeurde. De wasmand die ik slordig midden op het bed had gezet, lag nu op de grond. Ik vond het wel raar, maar keek er verder niet van op. We zijn een gezin wat wel in het paranormale gelooft. Ik zei dit tegen mijn moeder die toevallig net binnenkwam. En zij zei dat diegene waarschijnlijk vond dat ik niet opschoot. En we moesten allebei even lachen. Maar toen ik naar bed ging, hoorde ik een onduidelijke stem van boven. Ik besloot het te negeren. Ik deed mijn blouse uit en voelde hoe een stevige, ijskoude hand mij vasthield aan mijn onderarm. De stem die ik hoorde zei, je ketting niet om. De zeurende aanwezigheid, de wasmand, de stem, de hand, het was mijn oma. Alleen omdat ik de ketting was vergeten om te doen die ochtend. Ik wilde direct mijn ketting pakken, maar die lag niet meer op mijn kastje naast mijn bed. Ik keek mijn kamer rond en zag dat deze lag bij een foto waar mijn oma op stond. Ik hield de ketting vast en zei dat het me spijt. En ik voelde handen op mijn schouders. Dus ik denk of hoop dat ze me heeft vergeven. Sindsdien ben ik de ketting niet meer vergeten. Het volgende verhaal is anoniem ingestuurd. En gaat over iets vreemds wat gebeurd is op een McDonald's parkeerplaats. Luister maar eens mee. Dit gebeurde afgelopen week, maar ik heb het nog aan niemand durven te vertellen. Dit omdat het verhaal zo fake klinkt, maar ik wilde het toch met je delen. Het gebeurde toen ik terugkwam met de auto van vakantie. Ik was met wat vrienden op vakantie in Zuid-Spanje. Iedereen kwam daar met het vliegtuig aan, maar ik had net mijn rijbewijs en besloot te rijden. Ik vertrok laat in de middag voor de terugreis en besloot de nacht door te rijden. Het was inmiddels al middernacht en ik had zin in een snack en even een frisse neus. Ik zag toen een bord waar McDonald's op stond en ik volgde het. Toen we eenmaal bij de parkeerplaats aankwamen, stonden er ongeveer 2 andere auto's en binnen zag het er zo goed als leeg uit. Er was geen drive-thru, dus parkeerde ik de auto voor een andere auto. Er was niets speciaals aan die auto, maar ik zweer je dat er iets op de bijrijdersstoel zat toen ik mijn lampen uitdeed. Het had zwarte, donkere ogen en geen haar. Ik draaide mijn lampen meteen weer aan en tot mijn verbazing zat het er nog steeds. Het staarde naar me, zonder enige emotie. Nog steeds gehuld in duisternis. Mijn eerste gedachte was dat het misschien iemand was die een masker droeg, maar het zag er te echt uit voor een masker. Ik was in het moment niet zo bang, ik had meer iets van, what the fuck is dit nou weer? Ik stapte uit de auto om bij de McDonald's naar binnen te gaan, omdat ik honger had. Tijdens mijn tocht naar de deur voelde ik de ogen van het ding in mijn rug branden. En de 20 meter naar de McDonald's leek wel een eeuwigheid te duren. In de McDonald's had ik besloten dat ik op de weg terug naar de auto een foto ging maken van het vreemde ding op de bijrijdersstoel. Maar toen ik terug de parkeerplaats opliep, was de auto weg. En dat terwijl ik niemand uit de McDonald's heb zien lopen. Het was serieus een van de vreemdste dingen die ik ooit gezien heb. Als iemand mij dit verhaal zou vertellen, zou ik het ook niet geloven, maar ik ben 100% serieus. Er zat iets in die auto. En het was niet menselijk. Dat was het weer voor deze video. En dan nu, zoals altijd, de shoutouts naar mijn betaalde leden. Kom eens aan. Edward Kerkhoff, Julian, Lord Dark Raya, Demon Gamer HD, Milo Danka,
Bazooka Beaver, Trucker Corné Buitelaar, Gerrit Schaapman, Lonely Teaspoon, Irahi, Lucifer Morningstar, Seth en Jay Risty, Steven Johnson, Florian Bruinenberg, Cash Crash, Most Wanted Worldwide, Amelie, Elpis Galaxy, Nicky de Wilde, Taro, Isfool, Nova Frederik, Melvin Gijzen, Lila VD, Levi Kalier, Melissa Prins, Ferry Overdijk, Lil Demon, Apple Pie 59, Tabo Meerkat, DJ Fuzzy 1984 Elfux, Billy, Mouse 93, Marcus, Lasse, Vicky Kessels, Wiegaard, Tyrese, Pibi Blakemobiel, My Friend, Ailey Pippelers, Ricardo en Anita van Gennep, Rick Elgersma, Thijs Heikens, Leon Unite NL, Sam, Demon Nugget, Ricardo Bosma, Sander Games, Wessel, Lepio, Game Monster NL, Ishara 07, Elise Discohand en Benjamin VDL 78. Wil je zelf ook een betaald lid worden? Druk dan op deze knop. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.